Hallo iedereen, alles kids achter de rits. Mijn naam is Wilbo en welkom bij Wilbo's Meningminuten. De show waar ik mijn mening geef over dingen die nu op het moment van opname recent zijn en op tijd van upload al lang niet meer relevant zijn. Welkom iedereen. Vandaag gaan we het hebben over artikel 13 en wat houdt het in voor ons als YouTuber zijnde en wat houdt het in voor jullie als YouTuber kijkers. We gaan het hebben over Fantastic Beasts. Is het een kutfilm? Is het een leuke film? Ik vertel het je zo, je weet het waarschijnlijk al. Ik ga ervan uit dat jullie hem nu hebben gezien ondertussen. De laatste tijd zijn de views gone, maar nogmaals, dat kan al lang niet meer relevant zijn wanneer deze video online komt. Welkom, laten we beginnen. Voordat we gaan beginnen, ja ik weet het, ik zei net dat we gingen beginnen. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te laten en te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Ik weet niet waarom je niet zou abonneren. Ja, er komt geen coolste familie, dat doen we niet hier. Niet in deze serie. Laten we beginnen! Artikel 13. Werelds domste idee ever. Voor de mensen die het zich afvragen, artikel 13 is een copyright wet die er gaat ingesteld worden. Er zijn al een paar pogingen gedaan om hem in te brengen, maar hij is nooit geaccepteerd. En vanaf september volgens mij werd het eindelijk geaccepteerd. Helaas, ik weet niet waarom ik eindelijk zei. Wat gaat dit inhouden? Ik heb hier een Reddit voor me en hier staat, quote, zoals jullie zouden moeten weten is er op 5 juli gestemd over het beruchte artikel 13 in het Europese parlement. Dit artikel gaat over de vrijheid van internetgebruik. Zo kunnen bijvoorbeeld geen memes bekeken worden en zal sites als Reddit zeer gelimiteerd worden vanwege copyright filters die de site zal moeten gebruiken. Op 5 juli is er met een nipte meerderheid tegen het artikel gestemd, maar toen was er nog niet gewonnen. Op 12 september is er opnieuw stemming waar het hele Europese parlement zal gaan stemmen. Als er voor het artikel wordt gestemd, zal het verschrikkelijke gevolgen hebben voor het vrije internetgebruik in de hele Europese Unie. Wat er daarmee bedoeld is dat als je iets gebruikt, en dat is niet alleen YouTube, dat is niet alleen muziek, het is zelfs tekst. Als je nu voortaan dingen gebruikt die niet van jou zijn, die je niet zelf hebt gemaakt. Stel je voor, je schrijft een fanfiction over, nou ja, we gaan het over Fantastic Beasts hebben, dus laten we zeggen Harry Potter. Dan kan die content geblokkeerd worden omdat het niet van jou is. Jij hebt Harry Potter niet bedacht. Internet kan super gelimiteerd worden. Internet onder controle proberen te houden is een onmogelijk iets. Ik snap ook niet waarom mensen denken dat dit een goed idee is, want dit kan internet verpesten voor ons. Hoe zou dit mij kunnen beïnvloeden als YouTuber? Het zou kunnen betekenen dat ik geen muziek onder video's kan gebruiken, ook al is de muziek die ik gebruik copyright free. Ik heb het zelf niet gemaakt. Als het filter dat ziet, video geblokkeerd. Kan niemand hem zien. Niet demonetized. Het wordt niet meer gezien. Het kan niet meer geviewd worden. Speel ik een game? Blocked. Ik heb deze game niet gemaakt. Ik speel iets wat iemand anders heeft gemaakt. En tegenwoordig zien bedrijven dat als reclame voor hun games. Daarom zie je dat sommige YouTubers betaald worden om een bepaalde game te spelen, zodat het gepromoot wordt. Het is gewoon reclame. Het is veel goedkoper dan één keer een YouTuber een game te laten spelen, dan op tv reclames te laten doorgaan. Je hebt veel meer bereik met YouTubers. Kinderen kijken niet meer echt tv. Dus gaming content zou ik dan niet meer kunnen maken, want het wordt geblokkeerd en dat kan niemand zien. Als ik denk, oh, ik ga weer een Wilbo kijken naar Reddit maken. Kan ook niet. Alles wat op Reddit staat is niet door mij gemaakt. Alles waar je op reageert is niet door mij gemaakt. Je reageert op dingen die anderen hebben gemaakt. Dus dat kan je ook niet meer zien. Laat staan dat überhaupt de meeste mensen die daar dingen op plaatsen, hebben ze niet zelf gemaakt. Dat zijn gewoon memes. De enige YouTube filmpjes die je nog eventueel zou kunnen kijken, zouden vlogs zijn. Of dingen waar mensen dingen maken. Zelf. Fortnite video. Gone. En dan denk je misschien, nou, dan kan ik in ieder geval nog Amerikaanse YouTubers kijken, want daar geldt die wet niet. Fout. Je zit ernaast. Dit artikel zorgt ervoor dat alle content geblokt wordt voor ons. Wij kunnen niet meer kijken naar PewDiePie's meme reviews. Wij kunnen dan niet meer kijken naar David Dobrik vlogs. Op het eind gebruikt hij altijd een liedje dat niet van hem is. Dus ja, dat wordt dan weggehaald. We kunnen niet meer kijken naar Game Grumps, Peter Butter Gamer, Vsauce. Al die dingen zouden gone zijn omdat die gebruiken allemaal een vorm van iets dat niet van hun persoonlijk is. Kunnen we op Twitch kijken? Waarschijnlijk niet. Kunnen we nog memes plaatsen op Twitter? Nee, waarschijnlijk ook niet. Natuurlijk is de vraag of het allemaal zo extreem is. Het is heel vaag allemaal. Ze zeggen dat content geblokt wordt. Is het zo dat als developers het oké vinden dat je een game speelt, dat je content dan niet geblokt wordt? Dat weten we niet. Is het een automatische blok? We weten het. Deze wet geldt voor alle websites waar
user-created content op staat. Alles. Dus nu is de vraag, hoe gaat het verder met YouTube? Is het het einde voor YouTubers? Zit ons avontuur erop? Of zal het allemaal meevallen? Dat is de vraag. Ik ben gewoon heel erg bang. Ik ben daar eerlijk in. Artikel 13 heeft een akkoord gekregen. Het kan ergens ingaan in 2019, dus... Gebruik allemaal even de hashtag Save the Internet. Wat denk jij? Zal het meevallen of moeten we ons zorgen maken? Laat het me weten in de reacties beneden. Volgende nieuwtje! Fantastic Beasts. Kutfilm. Ik heb Fantastic Beasts gezien en als je mijn volledige uitgebreide mening over de film wilt zien, kijk dan naar Next Level Heroes. Daar was ik te zien. Linkje staat in de beschrijving. In Next Level Heroes heb ik het over Fantastic Beasts met Bas van Teylingen, Bardo Ellens en Ronald Fledder. Maar ik zal een korte mening geven over de film. Het is een stomme film. J.K. Rowling. Gehaat door deze film. Gehaat over het algemeen. Zij heeft 7 prachtige boeken geschreven. Zij heeft niet de Harry Potter films geschreven. En dat blijkt. Zij heeft Fantastic Beasts wel geschreven. En dat is te zien, want we krijgen 100 characters met allemaal oninteressante verhalen die je er allemaal uit zou kunnen schrijven. En het is allemaal een mes en het werkt allemaal niet. Het is allemaal een kloof en het is heel lastig om dit leuk te vinden. Mensen zeggen dat je moet kijken als iets niks te maken heeft met Harry Potter. Bekijk het als zijn eigen ding. Maar dat is heel lastig als J.K. Rowling gaat van... Kijk! Kijk! Zie je dat? Zie je dat? Oh, dat was Harry Potter. Leuk was dat, hè? Weet je dat nog van Harry Potter? Weet je nog? En wat ik daarmee bedoel is dat ik hou van subtiele references. Van hey. Maar dit was zo in je gezicht gedrukt. Dat was zo overduidelijk. Zo tryhard. Dat ik me er een beetje vies van voelde. De film voelt als een halve film. Timelines worden door... Puur voor fanservice. Kapot gemaakt. Minerva McGonagall zit in de film terwijl ze nog niet geboren is. Want de film speelt zich af in 1927. En Minerva McGonagall is nog niet geboren. Want die is over 10 jaar pas geboren. Jude Law, Dumbledore. 1927. Over 10 jaar wordt Tom Riddle opgehaald. Voor Hogwarts. Bam. Wat is er gebeurd? Hoe kun je van zo naar zo gaan? In 10 jaar. Hij is 46 hier. Nagini blijkt een vrouw te zijn geweest die uiteindelijk voor altijd in een slang zal veranderen door een of andere vloek. Het aantal zinnen dat zij in de film heeft, zijn op één hand te tellen. Ze heeft letterlijk niks gedaan, behalve naast Credence staan. En ja, Credence leeft nog. Weet je nog, toen ze hem hebben doodgemaakt in de vorige film... Rare keuze om hem dood te laten gaan in de volgende film. Om hem vervolgens weer terug te brengen alsof er niks gebeurd is. Jacob was zijn geheugen verloren in de vorige film. Gone. Waarom heb je de keuze gemaakt om dat in de vorige film te doen als het in de volgende film weer ongedaan gemaakt wordt? Je kunt niet zeggen dat het een spannende cliffhanger is, want het is gewoon... Het is gewoon lazy writing. Te veel storylines. Newt heeft een storyline. Tina heeft een storyline. Jacob heeft een storyline. Queenie heeft een storyline. Yusuf heeft een storyline. Theseus heeft een storyline. Dumbledore heeft een storyline. Grindelwald heeft een storyline. Lyra Lestrange heeft gewoon, die heeft ook een storyline. Credence heeft ook zijn eigen storyline. 10 storylines. Door elkaar heen. In de hele film. Door elkaar heen. Wie dacht dat een goed idee was? Wie? Harry Potter heeft hele memorable side characters. Luna Lovegood. Neville Longbottom. Cho Chang. Ginny Weasley. Of gewoon de hele Weasley familie zelf. Behalve Ron. Professor Lockhart. Professor Lupin. Tonks. Dumbledore himself. Maar waarom herinneren we al deze side characters? Waarom is dat wel oké? Omdat de center lag nog steeds op de vriendschap van Harry, Ron en Hermeline. We kregen niet flashbacks van al die andere characters. We kregen hints van backstory dat je samen kan puzzelen van dingen die ze zeiden. Deze mensen kennen elkaar allemaal al. Allemaal door elkaar heen. Allemaal storyline. Yusuf Kama. Waarom zit hij in deze film? Alleen maar om nee te zeggen. Alleen maar omdat hij Credence beschuldigt. Jij bent een Lestrange. Zodat Lestrange kan zeggen nee. En dit is waarom. Dat is de enige reden waarom hij in die hele film zit. Heel veel characters hadden uit de film gekund van mijn part. De film heeft niet een eindconclusie. Dan kan je wel zeggen, maar het is deel van nog een film. Dus ik ga het er niet op blamen en het had een plot twist. Dus het is een serie en ik reken... Nee, als ik naar Marvel kijk. Je kunt zeggen, ja, maar Infinity War heeft ook een open einde. Nee, want Thanos heeft zijn happy ending. Thanos... heeft een begin, midden en eind. Toen ik die film afkeek, dacht ik, oh man, ik heb een complete film gekeken. Ik ben benieuwd naar de volgende film. Dit einde, en ik zal het niet spoilen, ik me meer voelen als, huh?
Waar is de andere helft van deze film? Moet ik nu nog een film kijken om deze film te begrijpen? Dus deze film is gewoon compleet kut. Maar niet als ik de film erna kijk. En daar moet ik op wachten. Oké, interessante keuze, interessante keuze. Plot twist klopt er trouwens ook niks van. Dus dat was ook niet zo heel bijzonder. Er zijn nog heel veel meer dingen niet oké aan deze film. Maar dat kun je zien in Next Level Heroes. Waarom ik het hierover wilde hebben was niet om mijn eigen mening te delen. Want die werd al gedeeld op Next Level Heroes toen het nog relevant was. Ik ben benieuwd naar jullie mening en wat jullie vonden van deze film. Een eerlijke mening, ik ben een grote Harry Potter fan. En het is niet zoals Ronald zei in Next Level Heroes. Het is waarschijnlijk een generatiekloof. Kinderen die dit nu kijken vinden dit waarschijnlijk vet. Er worden zoveel references gemaakt naar Harry Potter dat de film gewoon niet leuk is als je Harry Potter niet hebt gezien. De eerste is echt heel subtiel met Harry Potter references, maar deze, iemand deze film loskijkt als geen fan zijn en dat die zoiets zou hebben van, ja, dat is een fucking kut film. Want het is niet alleen kut als een Harry Potter film, het is in geheel een kut film. Maar wat is jullie mening? Zijn er dingen waar jij mijn mening over wil? Laat het me weten in de reacties beneden. Dus laat heel veel weten. Laten we een gesprek beginnen in de comments. Laten we discussiëren over dingen in de comments. En jongens, mijn naam was Wilbo en dit was Wilbo's Mening Minuten. Zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!